Gunter, ben je blij met meneer Tobak? Het kon slechter, hè. Ja, ja. Het kon mevrouw Tobak zijn. Is er iets waardoor jullie vrouwen opgewonden raken, meneer Tobak of Gunter? Dank bij Louise dat licht uit doen, waarschijnlijk. En doe jij veel in het huishouden? De tafel dekken, maar dan moet mijn vrouw er wel eerst op leggen. Hij is zo goed in grappen maken dat hij er zijn beroep zou kunnen van maken. Waarom doe je dat niet, jongen? Ja, ja, het is goed. Ja. Hoe lang bent u premier geweest? Juist een dracht. Dat is dus 9 maanden. Serieus? Geen abortus over... Nee. Het was niet nodig, maar het was wel een miskraam. De Kitnet Shake, zou u het kunnen, meneer Rijskes? Wel, ik heb sinds 20 jaar niet meer geturnd. Ja. Het kraakt allemaal een beetje. Mag ik het samen doen, hè? Zo? Mag ik het samen doen? Dat is zo. Hey, you, tiramisu, shake you, bye, top. Lek, nog een paar jaar wachten, dan hebt u misschien Parkinson. Gaan we beter shaken. Geef me over, geef me over. Ja. Gunter, wie gaat het halen, denk je? Ik hoop vooral, het is al laat op de avond, dat Markt gaat halen. En de rest is mogen meegenomen. Hè. Het is een beetje gênant om te vertellen, maar het is echt waar. Als je heel goed kijkt naar mijn linker teelbal, die lijkt echt op het gezicht van Jezus Christus. Nee, en dus soms, iedere zondag komen er hele bussen met non mijn kloten kussen mee. Ik dacht juist hetzelfde te zeggen. Heer, wil je ook een keer mijn strip signeren? Ik heb hier een apparaat bij me. Ik zet dat hier. De bedoeling is dat jullie allebei... Allebei de voeten op de wie staan. Hey, dus je moet tamelijk stil zo staan. Hey. Kijk niet te veel naar mijn poepenolletje ondertussen, alsjeblieft. En dan hop, en dan is de bedoeling. En dan voor de streep moet je daar recht staan, maar niet springen, anders gaat het kapot. Hop, en dan moet je je gewicht pakken. Dus, dat is goed. Geen angst, het is geen weegschaal. Hop. Supporteren. Ja. Niet slecht. Wie wil jij terugzien, Gunter? Maar ik ga niemand terugzien. Van, ik zit hier niet maandag. Nee, dat is waar. Dat is waar, ja. Maar aangezien de kans groot is dat de jury weer bestaat uit mannen, dan hoop ik toch dat degene met de mooiste tetten doorgaat. Het is plat, maar het is waar. Het is zo. Iedereen wil dat. Oké, uw zoon, het is uw zoon. Het is een toffe gast waarschijnlijk, maar iedereen wil het Erika terugzien. Hè. Moet dat niet flauw over doen. Hè. Soms is het simpel, hè. Mag je niks zeggen, hè. Dus, voilà. Hij zegt het allemaal. Ja. En hij zegt dan bovendien dingen die... Die jij ook denkt. In uw visklein kopje. Het zou wel zijn dat... Welk voorwerp moet het vaakst vaginaal worden verwijderd? Wisten jullie het? Ik dacht in jas kwam B. Wanneer is dat ijsje hier? Een tijdje geleden. Het is vorige week of zo. Ik denk, de redactie is hem vergeten naar huis te voeren. Hij ziet er wel goed uit deze week. Hij ziet er fantastisch uit. Ja, hij is super grappig, hè? Ja. Hallo. Kom maar, Lucas. Klopt het dat u Gunter Lamoot gemist hebt? Absoluut, ja. Ja. Stockholm-syndroom. Vandaag is rood. De kleur van jouw is rood. Maar laat maar. Ja, maar nee. We zijn maten, Ja, maar de mensen. De mensen kijken. Hè. Nee, vraag nog een keer aan Louis wat hij wil worden. Nee. Vraag nog een keer. Vraag nog een keer. Kijk naar de meester. Vraag nog een keer. Je moet goed opletten. Stel nog een keer. Wat wil je? Wat wou u worden toen u klein was? Rood.
twee praters tegen, want die hebben jullie duidelijk afgesproken. Terwijl ik er niet bij was, hè. Dat is lelijk, hè. Waarom, Heel lelijk, waarom was je er niet bij? Was je er niet bij? Dat zag je er ook niet bij, hè. Omdat je gekonkelvoest hebt. Nee, wat was je aan het doen? Wat was je aan het doen? Dat gaat hij niet zeggen, hoor. Volgende vraag. Ja. Ik wil je... Nee! Ik had al schrik dat er ging beginnen. Om wat uur ging hij door? Was toch voorzien? Meestal blijft hij niet lang. Ja. Ah, bon. Ja. Nee, het is wat ik dacht. Ontbijt op bed, Louis. Is dit voor u? Nee. Nee? En als ik hem zou brengen? Blijf van mij. Ik wil mij wel opofferen bij de laatste kerel, maar hij moet van mijn lijf. Oh, je mijn klein schrijfje. Louis, is het van de heer. Als je zo nog eens doet, ga ik nu weg. Ja, pas op. Ja. Dus, nog zes liedjes, ik heb een greatest hits album. Ja, ja, man. For Louis, with love. Ja. Begrijp ik, u wist het niet dat het dat bestond, ze niet bestond, ja. Ja. Dat ze niet bestond. Ja. Ik heb hem een keer gevonden en sindsdien heb zo broodkrummeltjes gelegd. Ik vind hem wel beter. Dat lacht. Dat is slecht van mijn imago, hè. Er is geen ding dat je toch niet kunt tegen zeggen, dat is klein duimpje. Nee, dat is waar. Ja, je moet dat hier zien. Wat? Je ziet het verschil niet tussen de kabels en zijn benen. Dat is mijn been, hoor, Louis. Nee, het was trouwens onze laatste avond, denk ik. Ja. Het was onze laatste avond. Alleen. Nee, nu is het gedaan. En, ik heb heel veel vrienden leren kennen in de laatste twee maanden. Maar er is toch één iemand dat ik ongelooflijk ga missen. Goodbye, my love, goodbye! En als ze nu nog kon zingen, hè, dan zouden ze zeggen, ja, hier pak ik mijn zak. Ja, voilà.